De informele sector is aan het groeien, merkte minister Stephen McAndrew vandaag op voor de ministerraadsvergadering. Er is veel gaande op de arbeidsmarkt die dringend aandacht moet krijgen van de autoriteiten. De minister benadrukt dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar deze veranderingen in de sector. Bepaalde zaken als kleine landbouwers enzovoorts, die worden ook niet gerekend tot de formele sector. Je ziet een hoop stands langs wegen reizen van mensen die landbouwproducten aanbieden en dergelijke. Dus op de arbeidsmarkt is er een hoop gaande, waardoor het op dit moment toch wel heel moeilijk is om zaken te pinnen op één aspect. Omdat er toch wel meerdere zaken tegelijkertijd op de arbeidsmarkt gaande zijn op dit moment. Er spelen verschillende aspecten in het fenomeen van gebrek aan arbeidskrachten in bepaalde organisaties. McAndrew geeft aan dat uit onderzoek is gebleken dat vele mensen niet willen werken omdat lonen niet aantrekkelijk zijn. Gebrek aan arbeidskrachten, om het zo uit te drukken, is te merken in principe in alle sectoren van de economie. Zeker die sectoren waarbij toch wel handmatig werk veel vereist is, merk je toch wel dat mensen daarvan afzien, van dergelijke jobs afzien. Het heeft te maken met een paar aspecten. Eén is uiteraard veranderende aspiraties van Surinamers die bepaald werk niet meer willen doen, vanwege wat voor redenen ook. Het heeft ook te maken met een stukje geen goede afstemming tussen vraag van de markt en wat het onderwijssysteem biedt. We weten ook dat in vele gevallen we te maken hebben met een lage scholingsgraad in Suriname. De bewindsman geeft aan dat gewezen onderwijsminister Marie Levens al had aangegeven dat ruim 45% van de samenleving een gewoon lager onderwijsdiploma heeft. Dit vormt een groot obstakel voor vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.